Yo, Nintendo fans! Of moet ik zeggen Pokémon fans? Want hier zijn we dan hoor, met de serie waar iedereen van jullie naar uit heeft gekeken. Ik kreeg zoveel comments van jullie, vrijdag, zaterdag, zondag. Waar blijft Pokémon Crown Tundra? Rick, wanneer ga je Pokémon Sword and Shield en Crown Tundra uploaden? Nou, hier is die. We moeten even de trein pakken en met deze man praten en naar Crown Tundra Station gaan. Woehoe! Daar gaat de trein. En in plaats van rechts gaat hij nu links. Hij gaat naar beneden. Ja, en hier is Winter Wonderland. Ja hoor. Oh. Oké dan. Let's go. Oké, daaronder zit ook nog een heel stuk. Kijk. Het is hier behoorlijk koud, jongens. We gaan hier heel veel ijs-Pokémon vangen, denk ik. Hallo. Jij bent toch degene die de professor in de maling heeft genomen? Zij studeert Pokémon-biologie hier. En er zijn hier heel veel oude en zeldzame Pokémon gekomen. Mijn Pokédex wordt weer geüpdate. Ja, hoppakee. Lekker hoor. We gaan die Pokédex weer completen. De eerste stappen op de Crown Tundra, jongens. En wij zien er nog aardig vurig uit. We hebben een mooie, vurige uitstraling. En natuurlijk ga ik weer 6 nieuwe Pokémon vangen voor de Crown Tundra. 6 nieuwe die alleen in de Crown Tundra te vinden zijn. Ja, kijk ook die adem. Hij heeft het koud. En iemand zegt, kom op pap, stop met me te volgen. En wie is dat? Wie zijn dit nou weer? Ik ga op een Dynamax avontuur in een Max Lair. En ik heb jou niet nodig om me te achtervolgen. Ik ga heel veel Dynamax Pokémon battlen hier. En zijn vader die lacht er gewoon uit. Wat lach je kind uit? Oh, wacht even. Hij weet een plek waar meer plezier is te beleven. Maak je klaar voor quality time met de coolste vader ooit. En zij zegt, nee, gaan we niet doen. Oké, wij moeten eens eventjes gaan kijken. Wat zijn jullie aan het doen hier? Waarom zijn jullie zo aan het bakkeleien, jongens? Het vrouwtje heet Nia. En die vader, die wil gewoon bonden. Die wil gewoon quality time met zijn dochter. Maar de dochter heeft er echt geen zin in. Zij zegt, mijn vader, die is zo koppig. Help me even. Hij laat me niet alleen. Nou, is goed. Ik ga je wel helpen. En deze vader zegt, jongen. Ik ga jou aanpakken. Mijn naam is Pione. En hij is heel goed in battles, zegt hij. Nou, wij hebben nog de 6 Pokémon die we hadden aan het einde van de Isle of Armor DLC. Dus we hebben onder andere Scyther nog. Dat is volgens mij mijn eerste. Oh, en we mogen gelijk tegen Gopperaja. Juist. Hallo. Oké, dit is een gymleader. Deze gast is gymleader. Ik denk dat ik gewoon Urshifu maar even in ga zetten. Want Scyther kan helemaal niks doen tegen deze Copperaja. Let's go, Urshifu. We hebben je nu nog in het team. En hij doet Heavy Slam. Ja, die doet zoveel pijn. Maar niet op Urshifu. Urshifu die kan het aan. Maar Heavy Slam is echt een supergoede aanval. Oh, het hagelt ook nog. Oké, top. Lekker. Oh, ik heb leftovers item P. Nice. Dus we krijgen weer wat AP erbij. En dan is het tijd om af te rekenen met Copperaja. Pioni, hier heb je een klappie op je bakkes. Ah, ik heb zoveel zin in deze DLC, jongens. Druk een blauw duimpje omhoog en abonneer als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En reageer even hieronder wat je favoriete Pokémon is. Urshifu is bijna kapot. No. No. Ik denk dat Urshifu sowieso kapot gaat. Oké, Urshifu, sloop die Copperaja. Hoppakee. Maar laat weten wat jouw favoriete Pokémon aller tijden is. Ik ben heel benieuwd. Hoppakee, Scyther, level 71. Dit is niet zo'n hele goede Scyther trouwens. Hij komt met Aggron. Zal ik even Talonflame gooien dan? Probeer in ieder geval sneller te zijn, Talonflame. Oh, dit is niet super effectief. Oh nee, hij doet Stone Edge. Oh nee. Oeps. Ja, Aggron is natuurlijk ook een steentype. Dat is niet heel handig. Dan ga ik even voor superpower. Let's go, Drudigan. Pak hem. Ja, oké, dit was de betere keuze. Ik had beter hem kunnen kiezen dan Talonflame. Oeps. Ja, Pioni. Ja, dat was het dan. En hij zegt, kijk dan daarbij. Zo stoer doen tegen zo'n jonge gast als jij. Dude, wij zijn de Pokémon kampioen. Dat wist jij niet, hè? Oh nee, Nia is weg. Zijn dochter is gewoon even lekker opgezout. Nou, lekker bezig. Je was te veel gefocust op je battle en nu is je dochter weggelopen. Maar zij gaat naar een Max Lair toe. Dus Pioni gaat daarbij een Max Lair even zoeken. Is goed, Pioni. Hey, mazzel hè. Later. Doei. Hoi. Au revoir, toedeledokie. Oh, en hier gaan we dan echt, jongens. De eerste stappen in de Wild Area van de Crown Tundra. Oh, dit is een lelijke Pokémon. Die hoef ik niet. Dit is een lelijkerd. Crygonal, volgens mij is dit. Oeh, Altaria. Oh, Jinxie. Hallo. Laat ik eerst eens even deze pokeballetjes oppakken. Ah, dit is zo vet om weer terug te zijn in Pokémon Sword and Shield, jongens. We gaan deze even battelen. Het is natuurlijk nog geen Altaria. Het is nu een Swablu nog. Ik moest gelijk aan de evolutie denken. Zou ik wel gelijk met een Premier Ball kunnen pakken? Gewoon zonder battelen. Gewoon hoppakee.
Kom maar, joh. Kom maar. Ja, joh, het is gezellig bij mij. Tuurlijk, kom maar. Ja, nee joh. Wat vinden jullie van Swablu en Altaria, jongens? Vinden jullie dat leuke Pokémon? Ik doe even Acrobatics op hem, want ik wil hem eigenlijk niet slopen. Kom maar, joh. Oké, dat had wel iets meer pijn mogen doen. Hij is alleen maar aan het verdedigen met Cotton Guard. Misschien moeten we in deze video gewoon proberen om een volledig nieuw team te krijgen. Een team van toffe Pokémon. Ik vind deze op zich wel leuker als die Altaria wordt. Oh, hij doet Moonblast. Dat is best wel een prima aanval trouwens, Moonblast. Maar niet op mij. Maar niet op Talonflame. Oké, jongens, het is tijd om een Ultra Ball te gaan gooien. Hoppakee. Kom maar, jongen. Kom maar, Swabloetje. Kom maar gezellig in mijn teampie. Ja, joh. Is leuk hier. Heel goed. Hoppakee. De eerste hebben we te pakken. Nice. En ja, die komt in de plaats van Scyther. Sorry. Mijn Scyther is niet een hele goede Scyther. Hey, even deze Pokéball oppakken. Hey, nice. Een Odd Incense. Toppie. Hier ligt ook nog wat. Starpiece. Eigenlijk moet ik gewoon een Pokémon Center zien te vinden. Wat is dit? Nee. Een Snom. Snom, beste Pokémon ooit. Kijk maar, jongen. Beste Pokémon ooit. Oeh. Oh, nee. Ik wou die Pokémon vangen. Ah, nu is die vast weg, jongen. Nu is die Pokémon weg. Mijn Peony is daar de Max Lair in. Ja, ik kom met je mee. Ik kom je helpen. We hebben net gebattled. Ik kom je zo helpen. Ja, jij bent vet cool. Jij bent echt vet cool. Ik wil jou vangen. Een Amara. Yeah, kom maar. Ik moet jou niet kapot maken, hè. Ik ga weer voor Acrobatics, jongens. Ik wil hem niet slopen, natuurlijk. Kijk, dit gaat op zich prima zo. Oeh, ja. Hij doet een Blizzard. Oké, dat kan ik overleven. Top. Ik doe eventjes Roost om mijn HP weer terug te krijgen. Dat is zo fijn van Talonflame altijd. Dan krijg je de helft van je HP weer lekker terug. Amara is echt een schattige Pokémon. Dat geluidje wat ze ook net maakte. Ik ga het nadoen. Oeh, dat klinkt meer als een wolf. Oké, Amara, kom maar. Je mag in een Heal Ball als je wil. Heal Ball! Ik vind die wel bij je passen, Amara. Kom maar. 2 en 3 en 4. Ja? Nee, weer net niet. Ik denk dat ik Amora nog één tikkie moet geven. Kom maar. Ja, oké, nu is Amora in het rood. Vangen! Kom maar, in je mooie hielbal. Het is perfect. Het is echt een perfecte bal voor jou, Amora. Yay! Super cool. Pokémon nummer 2 hebben we te pakken. Amora is een rock en een ijstype. Oh, dat lijkt me wel een moeilijke combi trouwens. En hier staat dat Amora een uitgestorven Pokémon is. Soms is een bevroren Amora te vinden in bevroren ijs. Maar wij hebben hier gewoon eentje gevonden, jongens. Wacht, laten we even in het dorpje kijken. Misschien is hier wel een Pokécenter. Oh, is dit zijn gym? Ja, dit is het gym van Peony. Wacht even, kan ik hier al naartoe? Ik zie daar iets. Wat is dit? Dit zijn magische voetstapjes. Hey, Sonja! Yo! Sonja, die zocht deze voetprintjes al. En Sonja die zegt, hey, wat doe je hier eigenlijk? Nou, ik ben aan het exploren, maar wat doe jij hier? Sonja zegt ook, ja, het is hier super koud. Maar ik leer hier meer over een bepaalde groep Pokémon. Want sommige Pokémon die willen plekken zoeken waar geen mensen zijn. En de Crown Tundra, dat is de perfecte plek daarvoor. En hier is een trio van legendarische Pokémon ergens. We moeten deze voetprintjes eventjes onderzoeken. Dit zijn de voetprintjes van de IJzeren Wil Pokémon. En dit is 2% van de data die we nodig hebben. Oh, we moeten allemaal voetprintjes gaan zoeken. En dan komt die Pokémon misschien tevoorschijn. En Sonja die woont daar in dat gezellige huisje nu. Hier op de Crown Tundra. Nou, helemaal goed, Sonja. Dat is de volgende wat we kunnen gaan doen. Maar eerst ga ik even op zoek naar 6 nieuwe Pokémon. We hebben er 2... What? Nidoran! Ik moet sowieso een Nidoking in mijn team. Ik ben Nidoran, Nidoking. Ik vind ze echt heel leuk. Een van de leukste Pokémon uit de eerste generatie wat mij betreft. Dus let's go. Laten we deze Nidoran proberen te gaan vangen, jongens. 1 en 2 en 3. Ja, we hebben hem. Oké, nice. Ik heb nog wel een beetje zwakke Pokémon nu allemaal. Ze moeten nog een stukje sterker worden. Ik fiets ondertussen gewoon lekker een beetje door. Op zoek naar nieuwe Pokémon. Oh, wat? We kunnen hier gewoon Nidoking alvast vangen. Oh, dat is wel beter. Oké, laten we Nidoking gelijk vangen, jongens. Dus let's go. Ultra Ball er bovenop. En hopelijk komt Nidoking gewoon even gelijk in het teampie. Dat zou lekker zijn. Hebben we hem? Ja, we hebben ook een Nidokinky. Dat is een leuke nickname trouwens. Nidokinky. Aerodactyl. Oké, ik hoop dat Brick Break hem niet gaat slopen. Het zou zomaar kunnen. Hij overleeft het. Ja, Aerodactyl heeft best wel veel weaknesses. Dat is wel jammer. Rock en Flying Pokémon is niet het meest... Ja, de meest ultieme combinatie. Maar hé, hij is wel gewoon vet. Dus we gaan hem proberen te vangen. Let's go. 1 en 2
En 3. Ja, dit gaat hem worden. Dit gaat hem worden. Kijk, we hebben Aerodactyl ook in de pocket. En Aerodactyl kan met zijn kaken zelfs door staaltype Pokémon bijten. Oeh, dit is zo leuk om weer op zoek te gaan naar nieuwe Pokémon, jongens. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie team eigenlijk is. Oh, we komen nu in een bos of zo. Oeh. Hey, ben jij niet toevallig nieuw? Ja, volgens mij is Metang ook nieuw. En dit zijn wel echt goede Pokémon, jongen. Metagross is wel een sikke Pokémon. Surging Strikes zal niet super effectief zijn. Ik hoop dat ik hem daarmee ook niet kapot ga maken. Oh, het ziet er nog steeds wel heel vet uit. Kijk dan. Hoppa, dat was al een critical. Oké, nog een critical. Oké, stop maar. Heel goed. Oeh, wat een bijna gesloopt. Volgens mij zijn het altijd critical strikes met die aanval. Oké, kreeg Metang ook damage door de hagel. Ja, maar hij gaat denk ik net niet dood. Kijk, top. Ja, dit is wel een lekker Pokémonnetje hoor. Hey. Oh, hij gaat dood. Hij gaat wel dood. Hij is uit de bal ontsnapt. Nee, wat doe je nou? Nu ga je dood. Wil je niet in mijn team of zo? Ga je liever dood dan dat je in mijn team zit? Metang, wat doe je nou? Swablu gaat nu naar level 61. Nou, dat gelukkig wel. En Swablu gaat dan natuurlijk ook lekker evolueren. Ja hoor, daar gaan we. Super vet. Hele vriendelijke Pokémon dit wel. Kijk dan. Daar is die hoor, daar is die. Altaria. En de shiny variant van Altaria... Die is gewoon goud. Het is gewoon een dragon en een flying type, hè, dit. Insane. En wil gelijk Dragon Pulse leren. Nou, doe maar. Heel graag. Eens even kijken wat voor aanvalletjes je hebt. Ja, takedown mag dan sowieso wel weg. Hoppakee, Dragon Pulse. Ik bouw al van die Metang. Misschien kunnen we nog een Metang vinden hier ergens. Hier een Glalie. Oh, hier is ook een grot. Tunnel to the top. Wow! Gibble! Yo! Ho. Gaan we daar? Tikkie 3, tikkie 4. Oh! We hebben Gibble gevangen, jongens. Nou, het moet niet gekker worden. Laten we Gibble even evolueren. Yo! Ja, dit is ook een toffe versie, hoor. Gebite. Nu hebben we nog even één zieke Pokémon nodig, jongens. En dan hebben we gewoon een heel nieuw teampie. We zijn nu op de path to the peak. Misschien kunnen we hier nog een vette Pokémon vinden. Hier moeten we nog lang niet zijn, volgens mij. Wow, kunnen we hier al naar binnen? Dit is de Crown Shrine. Oeh, de Crown Shrine. Oh, we worden in de gaten gehouden. We worden in de gaten gehouden, jongens. Wie kijkt er naar ons? Wij zien helemaal niks daar zo. Oeh. Maar we voelden dat iemand naar ons keek. Kunnen we daar gewoon nu al naar binnen? Ik denk het wel. Geen idee of we hier al naar binnen moeten gaan. Oh, wat is dit? Ik denk dat we hier misschien helemaal aan het einde van de game moeten zijn. Want volgens mij kunnen we hier nu echt nog niks doen. Maar dit is wel vet, jongen. Dit ziet er echt cool uit. We moeten nog één Pokémon... Oh, ja, en dat wordt deze. Ja, hoor. Deze Pokémon voel ik wel. Ik vind dit zo'n badass. Kijk hoe groot dit beest is. Mamoswine. Come on, Urshifu. Pak hem. Doe maar gewoon even rustig aan met hem. Doe maar gewoon een Aerial Ace op zijn hoofd. Oh, en dan gaat hij een Earthquake doen. Hij gaat het niet rustig aan doen, zo te zien. Lekker een critical hitje ook. Ja, fijn dit. Fijn, Mamoswine. Als Mamoswine de move Heavy Slam kent, jongen. Oh, dat zou echt super sick zijn. Ik weet niet of hij die kent, maar dat zou super sick zijn. Let's go. Pak hem. Hij doet een takedown. Oké, dus we moeten wel oppassen dat ook hij niet zichzelf gaat slopen. Oké, daar gaan we weer, jongens. Kijken of deze Ultra Balls beter zijn. Ik voel me echt belazerd door die verkopen. Kijk dan. Hij heeft mijn Ultra Balls verkocht die gewoon niet werken. Dit zijn gewoon onzin Ultra Balls. Hier heb ik toch helemaal niks aan. Stiekem zijn dit gewoon Pokeballs met een andere skin eroverheen. Ik ben belazerd. Dit zijn helemaal geen Ultra Balls. Terwijl Mamoswine lekker aan het trash is. En dat betekent dat hij nu confused is. En dat betekent ook dat hij zichzelf kan gaan slopen. Daar zitten we niet op te wachten, want we willen hem juist vangen. Let's go. Kom op, kom erbij. Nee. Dit zijn echt gewoon Pokéballs, jongen. Ik ben het nou zat. Ik wil deze Pokémon hebben. Niet weer zo'n Metang-verhaal, alsjeblieft. Gewoon in mijn teampie komen. Nou, hoppakee. 1, 2. Ja, kom maar. Is dit wel een Ultrabal? Nee, hoor. Nee, dit is ook een Pokéball. Oh, hij is ook niet meer confused nu. Hij gaat helemaal los. Als ik hem nu nog niet weet te vangen, hè. Mamoswine is in het rood. Dan weten we officieel dat deze gast gewoon mij belazerd heeft. Ja, hij heeft mij belazerd. Hij heeft mijn Pokéballs verkocht. Ik heb ondertussen al, denk ik... Nou, straks zijn mijn Ultraballs gewoon op, hè? Ik heb er net sowieso iets van 30 gekocht en ik had er nog iets van 20. Ze zijn straks gewoon bijna op. Maar... Ja! We hebben hem toch!
De Memo Swine. Potverdorie. Aumara gaat nog een leveltje omhoog. En hier is die. Een ijs- en een grondtype. En die komt dan in plaats van Urshifu. En dan hebben we gewoon een heel nieuw teampie, jongens. Want dan is dit de teampie. Memo Swine. Een Aerodactyl. Altaria, die is al geëvolved. We hebben hier een hele schattige Aumara. En we hebben Nidoking. En als laatste hebben we dan Gabite. En dat wordt natuurlijk nog een Garchomp. Laat me even weten wat jullie van dit gloednieuwe exclusieve Crown Tundra team vinden. Doe een blauw duimpje omhoog en vergeet sowieso niet te abonneren als je meer toffe Nintendo video's wil zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Mazzel!